Ik ben vandaag in de kas tussen de hortensia's. En zoveel hortensia's heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Ik ga vandaag op onderzoek uit. Ik ga kijken waarom deze hortensia de Forever and Ever heet. En ik ga kijken of er wel over duurzaamheid wordt nagedacht. Kom op. Hey Rob. Goedemiddag. Jij bent de eigenaar hier van deze kassen. Klopt. En deze mooie hortensia's. En ik mag vandaag een kijkje in de keuken krijgen, toch? Absoluut. We hebben geen geheimen, dus... Kijk, geen geheimen. Want hoe lang ben je al bezig met deze hortensia? Ruim 10 jaar geleden zijn we begonnen met deze hortensia's te kweken. En klein begonnen en door de jaren heen opgeschaald. Ja. Nou ben je 10 jaar verder. En dan ontwikkel je je ook op een gegeven moment. En de ontwikkeling waardoor je hortensia... Er zijn heel veel mooie eigenschappen aan deze hortensia, toch? Absoluut, ja. Ja, ja, ze bloeien door. Het zijn doorbloeiers. Je kunt ze snoeien. En deze planten kweken wij inmiddels duurzaam. Dus zonder chemie en zonder kunstmest. En daar horen natuurlijk bepaalde keurmerken bij. Ja, wij hebben in de vakhandel hebben wij daar certificaten voor kunnen bemachtigen. En dat is productproof en dat is voor ons het hoogst haalbaar. Ivo bezocht de kweker ongeveer een maand geleden. De hortensia's zijn inmiddels opgekweekt en klaar om in de tuin te zetten. Kijk, hier zie je de eerste jonge plantjes staan. En hier valt iets heel belangrijks over te vertellen. Als je op een gegeven moment chemie gebruikt bij dit soort planten en je zet ze weg, dan zien ze er heel mooi uit. Mooi donkergroen van kleur, zit verder niks op en dan heb je het idee dat je een hele sterke en goede plant hebt. En schijn bedriegt, juist door geen kunstmest meer te gebruiken, maar een organische mest, dan krijg je eigenlijk bladcellen die veel dikker worden en het blad wat veel sterker wordt. Het is wel zo dat je dan wat gelere achtige bladeren krijgt om te zien. Dat is natuurlijk wel een verschil, maar het doet niets af aan de plant. Juist door op deze manier te gaan kweken, heb je een veel sterkere plant en krijg je ook veel mooiere en grotere bloemen. Ja, dat is dus zo dat de kleur kan misschien anders zijn, maar een sterkere bloem is wel belangrijk. Hier in het bedrijf voldoen ze aan bepaalde keurmerken. Eén van die keurmerken is Product Proof. Dat heeft alles te maken met duurzaamheid. Wat doe je? Je stelt eigenlijk je bedrijf open, je bent transparant. 10 keer per jaar komt er ook iemand langs, onaangekondigd, om te kijken of je aan alle eisen voldoet. En als je dat doet, dan krijg je dus dat keurmerk. Het volgende keurmerk wat ze hebben, dat noemen ze EcoLoop. En daar hebben jullie ook mee te maken. Dat heeft alles te maken met het huishoudelijk afval. Dat wordt 100% gerecycled. Je hebt op een gegeven moment allerlei plastic. Dat gooi je zelf weg in de container. Dat wordt opgehaald. Dat wordt allemaal bij elkaar gegooid en dat wordt op een gegeven moment versnipperd. Dan blijft er dit van over. Daar wordt niks van weggegooid. Dan komt er nog een proces aan en dat proces zorgt ervoor dat het allemaal in balletjes wordt gemaakt. Op die manier kunnen ze er potten van maken. Volgende stuk is dat je dus deze potten hebt en die zijn dus 100% gerecycled. Voeg daar een beetje kleurstof aan toe en je houdt dus deze pot en deze kleur over. Mooi detail, zelfs het label is gemaakt van hetzelfde gerecycled afval. Zelfs in de kas wordt goed over de duurzaamheid nagedacht. Bijvoorbeeld hoe je met je stroom omgaat en met het water. En met dat water, daar zit wel iets ingenieus achter. Het water wat hier valt op deze plant, het overtollige, dat wordt opgevangen. Dat zie je nu niet, maar deze kas die loopt een klein beetje af. Al het water loopt daarheen. Dit is het hoogste punt en het laagste punt is 75 centimeter lager. Al het water gaat daar naartoe, wordt opgevangen in een silo. Dat wordt gereinigd en natuurlijk weer hergebruikt. Ingenieus, toch? Het is heel mooi allemaal en leerzaam. Maar ja, uiteindelijk draait het voor mij als tuinman gewoon om de plant zelf. Kijk, en zo zie je dat duurzaamheid hand in hand kan gaan met een mooie en gezonde plant. Rob, bedankt hè!